Kartonnen verpakkingen zijn sterk in opkomst. Solidus is een bedrijf dat zich bezighoudt met het produceren van karton voor diverse toepassingen. Vandaag krijgen we een kijkje in het productieproces hiervan en gaan we zien hoe er rekening wordt gehouden met de impact op het milieu en de samenleving. Maar eerst vertelt Erik ons meer over de geschiedenis van de papierproductie. Voor de geschiedenis van kartonproductie moeten we een hele tijd teruggaan in de geschiedenis. En dan hebben we het over meer dan 150 jaar. Vroeger werd hier karton geproduceerd van stro, water en aardappelzetmeel. Dat was hier volop, dus daar ligt de oorsprong van karton. En dat heeft eigenlijk geduurd tot eind jaren 60, begin jaren 70. Dat is een heel belangrijk kantelpunt geweest in de industrie. Toen zijn we overgestapt van stro naar oud papier. En dat is een heel belangrijk punt in de industrie. Vanaf dat moment zijn er ook nieuwe technologieën gekomen, is er veel meer schaalvergroting in de industrie gekomen. Dus het is alweer meer dan 60 jaar dat wij hier karton van oud papier maken. In de kartonindustrie wordt er veel rekening gehouden met milieu en samenleving om een aantal redenen. Om te beginnen dat er een groeiend besef is in de hele samenleving dat wij met elkaar moeten zorgen om de impact van ons handelen en onze activiteiten op dat milieu en die samenleving te beperken. Daarnaast is er bij consumenten en producenten ook steeds meer aandacht voor milieu en milieuvriendelijkheid. We willen producten kopen en gebruiken, maar ook produceren en verkopen die een veel kleinere impact hebben op milieu en de samenleving. En tenslotte is en wordt er ook nog steeds nieuwe wet en regelgeving ingevoerd die de impact van de papierindustrie op het milieu beperken. Denk bijvoorbeeld aan maatregelen op het gebied van het beperken van emissies. Denk aan afvalbeheer, denk aan energiebeheer. Al deze factoren hebben ervoor gezorgd dat er vandaag de dag veel rekening wordt gehouden met het milieu en de samenleving in de papierindustrie. Tijd om erachter te komen hoe dit er in de praktijk uitziet. Arthur neemt ons mee en geeft ons een kijkje in het productieproces. Op deze locatie komt het oud papier dat verzameld is door gemeentes, door handelaren, komt hier binnen. En is het de eerste stap in het proces om daar weer nieuw karton van te maken. Het productieproces bestaat uit een aantal stappen. De eerste stap is om deze balen op de band te zetten richting een zogenaamde pulper. In deze pulper wordt de houtvezels van de andere materialen die er niet meer in horen gescheiden. Zoals plastic, metalen, glas, die worden in deze stap allemaal verwijderd. Na de pulper hebben wij een zuivere vezelpap gecreëerd. Ongeveer 95 delen water en 5 delen houtvezels. Die worden vervolgens op een zeefband gelegd als een eerste stap. Vervolgens door persen en daarna door een droger om al het water weer te verwijderen. En uiteindelijk dan bij karton uit te komen. We zijn inderdaad bij het laatste processtap aangekomen van het maken van karton. Het karton is gedroogd, karton is veredeld, dat heet beplakt. Met plakpapieren, voor elke klant wil iets anders. En het is gesneden op maat, ook voor de toepassingen voor de klant. Vanuit hier wordt het gedistribueerd naar de verschillende klanten of naar onze eigen convertingfabrieken waar wij dat verwerken in verpakkingen. Het andere deel wat ik nog wilde vertellen is dat het water dat gebruikt wordt om het transporteren van de vezelpap wordt volledig hergebruikt, wordt gerecycled, wordt schoongemaakt. En ook de energie die wordt toegepast, die wordt zoveel mogelijk teruggewonnen in onze warmtewisselaars. Massief karton wordt gebruikt voor een grote reeks van toepassingen. Traditioneel zijn boeken en spelletjes, puzzels bijvoorbeeld, maar ook voor industriële toepassingen. Maar meer en meer voor echte verpakkingen, waarbij het verplastieke verpakkingen vervangt in de groente, de fruit en de visindustrie. En ook steeds meer in de supermarkten, waar consumenten graag naar papieren, duurzame oplossingen zoeken. Ja, voor een duurzame toekomst en een gezonder milieu biedt massief karton een goede basis. Het wordt gemaakt uit tenminste 90% gerecycled materiaal. En kan de fibers, de grondstoffen die erin worden gebruikt, worden minimaal 25 keer hergebruikt. Maar we hebben een samenwerking nodig. Die zoeken wij ook met verpakkingstechnologen die de design maken, zodat het inderdaad een circulair product wordt. Dat het goed gerecycled kan worden. We werken daarmee uiteraard ook met de klant. En als de klant wil ondersteuning nodig heeft bij het ophalen van producten zodat het circulair wordt, werken we daar ook aan mee. Leuk dat we een kijkje mochten nemen in dit proces. Ben je benieuwd naar meer? Ga dan even naar onze website.